Ik ga voor de aankomende 7 dagen overleven in de woestijn. En we hebben maar genoeg water voor 1 dag, dus we moeten heel snel naar het eerste checkpoint, waar dus meer water ligt. In het totaal zijn er 7 checkpoints, waarvan de laatste onze autorit weg uit deze woestijn is. En die vertrekt over precies 7 dagen, dus we mogen niet te laat komen. En nou is het alleen nog ons 3, 7 dagen in de woestijn. Ik hoop dat we het overleven. Met deze GPS kunnen wij de route naar elk checkpoint zien. En ja, we moeten die kant op voor heel lang. Want deze woestijn is echt immens groot. Dus dat betekent dat we elke dag heel ver moeten lopen om de checkpoints te halen. De checkpoint is ergens daarachter, dus we gaan proberen een shortcut te maken om over deze berg te gaan. Dit lijkt niet ver, maar het is ver. En we hebben ook nog allemaal peppers zo'n 20 kilo op ons rug zitten. Want daarin zitten slaapzakken, water voor 1 dag en omdat hier in de woestijn niks te vangen is, zit er ook nog voor precies 7 dagen aan gedroogd voedsel in. Ik heb ook gewoon normale schoenen aan. Ik ben wel zo slim geweest om goede schoenen mee te nemen. Als wij dus een checkpoint niet kunnen vinden, betekent dat we voor de dag erna geen water hebben. En water is echt belangrijk. Na een kleine pauze waarin we net iets te veel van ons water al meteen opdronken, lopen we snel door naar het eerste checkpoint. Ik weet niet of jullie enig idee hebben hoe lang 7 dagen is. Ja, dat is een week. Gaan we dat überhaupt volhouden? Dat is wel de bedoeling, maar 7 dagen is wel echt heel lang. Ik denk dat we ons wel heel erg gaan vervelen. Want komende week hebben we ook geen telefoons, dus echt totaal geen ander menselijk contact. De GPS-trekker geeft dus aan dat de checkpoint achter die grote bergen zijn daarachter. Dat is toch heel lang. Na een aantal uur lopen kwamen we bij de berg waar we besloten te gaan kamperen en vuur te maken. Maar daar hebben we natuurlijk wel hout voor nodig. En degene die van jullie het meeste hout vindt binnen 1 minuut, hoeft niet de tent mee op te zetten. Succes! Oké, hout. We moeten goed hout hebben. Oké, hier ligt dus allemaal hout. Allemaal dood hout. Ik ga er sowieso de tent op zetten, dus ben ik benieuwd wie me moet gaan helpen. Dit is goed, dit is goed. Dit prikt ook allemaal als een neten. We hebben natuurlijk geen aansteker meegenomen, want dat zou veel te makkelijk zijn. Dus heb ik een vuursteen meegenomen. Ja, en als we hiermee geen vuur kunnen krijgen, dan kan het letterlijk niet. Dit is goed hout. Kom op, Floris. Kom op, Jacco. Je wilt er geen tent op gaan zetten? Nee! Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stoppen! Ik heb besloten dat Floris het meeste hout heeft. Ja! Jacco, dus dat betekent dat wij twee samen de tent op gaan zetten. Yay! Leuk. Losers! En na nog wat extra hout te verzamelen, gingen we proberen vuur te maken. Ik heb alleen echt geen idee hoe een vuursteen werkt. Jij wel? Nee, dit gaat lastig worden. Kom op! Nope! Kom op, vuur! Het enige probleem is dat we hier geen internet en telefoon hebben. Dus we kunnen het ook niet opzoeken. Houd het vast, Jacco, houd het vast. Holy shit. Maar het wilde nog niet echt lukken. Dus na een half uur proberen pakten we wat van ons wc-papier erbij. Ja. Oké, nu. Hout. Oh mijn god, gaat... Nee. Door je hout, dat pakt wel heel goed hoor. Maar dan is het heel snel ook klaar. Na nog een uur proberen wilde het ook niet echt lukken. Dus moeten we het gedroogd voedsel dat we hebben meegenomen mengen met koud water in plaats van warm water. Dit zijn nog de enige 2 flesjes water die we hebben. Dus dan gaan we nou mengen met ons eten. Dat checkpoint van morgen is echt heel belangrijk. Gadverdamme. En het eten moet dan een half uur lang mengen met water en dan is het weer eetbaar. Dan gaan we tijdens het wachten even de tent opzetten. We moeten deze tent ook niet slopen, want die moeten er nog heel de week in gaan slapen. En jullie zien het niet, maar het is ook echt ziek koud. Het vriest bijna nu. Dat zou je niet verwachten van de woestijn. Oké, de tent staat. Lekker, Jacco. En het eten is ook klaar. Het volgende probleem. We hebben geen bestek. Ja, dat is een best wel een groot probleem ook. Dan moet ik het zo uit het zakje eten. Oh, dat gaat het zo. Dat is best slim. Oh, helemaal hard. Oh ja. We moeten het zo zien. Het is iets te eten. En anders gaan we dood. Als dit warm was, was het wel echt lekker. Ja, zeker ja. We kregen het eten niet bepaald weg. Dus besloten we maar te gaan slapen. Toen we naar de Alpen geweest waren, hadden we dus geen goede slaapzakken bij. Die hebben we nu wel gekocht. Hiermee zou je in principe tot in de min 1 kunnen gaan liggen. Het is ongeveer 0. Ik hoop dat het goed komt. Het was een dag. Nou, nog 6 te gaan. Dat er slaap lekker. We worden hier gewoon wakker in the middle of nowhere. Er is hier niks. Ons water is dus helemaal op, dus we kunnen ook ons eten niet meer klaarmaken. Dus pakten we onze tent en tassen in en beginnen we weer met lopen richting het eerste checkpoint. Hebben we er zin in, jongens? Ja! Let's go! Het ding zegt dat we bijna bij checkpoint 1 zijn, niet ver meer. We moeten dus met weinig eten en weinig water wel heel ver lopen elke dag. Dus ja, ik denk dat het deze week nog wel zwaar kan gaan worden. In de nacht was het koud, maar nu begint het echt wel weer warm te worden. Na een uurtje lopen zouden we volgens de GPS dichtbij moeten komen. Hoe gaan we dit vinden? We weten eigenlijk ook helemaal niet wat we zoeken. Nee, dat is echt wel het probleem. Poef! Jongens, poep! Huh? Dat is een vlag. Wat is dat? Zal dat een checkpoint zijn? Een wit vlag is het, er moet er zijn! Checkpoint! Ja! Later! Oh jongens! Dit is wel lekker hoor.
tandenborstels. Hoezo ligt dat hier? Wat we hier nog niet wisten is dat er dus bij elk checkpoint een voordeel ligt. Dat is wel heel chill, alleen we hebben er wel maar twee. Steen, papier, schaar. Yes! Loser! Floris, alsjeblieft, wij kunnen ons tanden poetsen. Nou ben ik dus oprecht heel benieuwd of er iets bij het volgende checkpoint ligt. En het volgende checkpoint is ook weer 10 kilometer lopen. 10 kilometer lopen doe je normaal binnen iets minder dan 2 uur. Maar nu doen we er ook wel een hele dag over. Dus na een aantal uur lopen is het ook weer tijd voor een pauze. Er zijn hier ook best wel veel gevaarlijke dieren in de woestijn. Zoals spinnen, schorpioenen en slangen. Oh, als er straks ineens een schorpioen in onze tent ligt. Dat zijn echt hele nare beestjes. Voordat we vuur kunnen gaan maken, hebben we natuurlijk hout nodig. Degene die van ons drie binnen 5 minuten de laagste toren heeft gebouwd, moet alleen al het hout gaan verzamelen. Dat is echt best wel veel werk. Oké, jongens, de camera loopt nu 5 minuten. En als die 10 minuten loopt, is de tijd voorbij. Tijd start nu. Oké. Nou, ik heb het beste begin. Ik weet niet wat ik moet pakken. Ik weet het niet. Ik heb echt geen zin om straks in mijn eentje hout te gaan zoeken. Dus hoe ziet het er wel uit? Nog 1 minuut. Oh, kut. Nee. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Handen los. Oh, ik heb echt mijn beste goed gesteed. Ik denk dat er wel een duidelijke verliezer is. Ik heb verloren. Dat wordt hout sprokkelen voor jou. Oh, nou, ik heb er geen zin in. Maar voor het zover is, gaan we eerst op zoek naar een plek om te gaan kamperen. Oh mijn god. Dit is wel echt heel mooi. Ons tweede checkpoint is helemaal daar achter die berg. Dit is echt zo ver. Oh mijn god. Maar voordat we daar gaan oversteken, gaan we eerst onze tent opzetten. Zodat we dat niet weer in het donker hoeven te doen. Want gisteren was het nogal een uitdaging in het donker. Dus beginnen we deze keer wel op tijd mee. Omdat Sam het spel van me nog heeft verloren, moet ik nu hout gaan zoeken. In mijn eentje. Yes, dan kunnen wij lekker zitten. Kijk, de twee daar zitten, de vieze hondjes. Kom op, Sam, we hebben honger. Ja. Eerste hout. We hebben wel iets meer nodig. Ik hoop wel echt dat het vuur vandaag wel gaat lukken. Ja, dat zou wel echt super chill zijn, want dan zou het eten ook echt een stuk lekkerder zijn. Ja, dat is niet tevreden, maar... En dit keer lijkt het erop dat het nog wel eens kan gaan lukken. Het hout brandt, ik zweer het. Ja? Ik echt? Zweer het, ik zweer het. Gaat het nou wel lukken? Maar helaas, na 5 minuten... Uit. Weer mislukt. Hoe kan dit? Godverdomme. We hebben het nog voor een uurtje geprobeerd, maar weer zonder succes. Dus moeten we weer koud gedroogd voedsel gaan eten. We moeten de vorige keer echt vuur krijgen, want om dit elke avond te gaan eten is echt onmenselijk smerig. Het lijkt echt op kots. Ik durf het niet eens echt te eten gewoon. We hebben precies genoeg eten meegenomen om 7 dagen te overleven. We hebben maar 1 zakje per persoon per dag. Dus we mogen niet te laat aankomen bij het eindpunt, want ja, dan verhongeren we hier. Ja, nu ook. Oh. Ja, ik ben er klaar mee. Ik ga niet meer eten. Ik ben er echt klaar mee. En na het zogenaamde avondeten gingen we nog even gebruik maken van ons voordeel dat we bij het checkpoint gevonden hadden. En wij kunnen lekker tanden poetsen, maar jij niet. Dat was Floris trouwens. Floris! Hallo! Ik was even poepen. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben tanden aan het poetsen. Nou, omdat we dus eigenlijk helemaal niks meer kunnen doen, gaan we maar gewoon meteen slapen. Want ja, als het donker is, zien we helemaal niks. En nu de tweede nacht. Slaap lekker. Goedemorgen. Nou, nacht 2 ook weer overleefd. Dus pakten we onze tent en tassen weer snel in en beginnen we weer met lopen richting checkpoint 2. Okay, we zijn er bijna over deze hele zandvlakte heen en ergens daarachter is het volgende checkpoint. En als we die niet kunnen vinden, hebben we geen extra water. Oh jongens, het is zoveel lopen. Dan hebben jullie gewoon niet door hoeveel we lopen, zeg maar. We hebben een afspraak gemaakt met de auto dat ze er niet zijn, dat hij gewoon weg mag rijden. Dus ja, we moeten er zijn. Wat een domme afspraak eigenlijk ook. Wie heeft die afspraak gemaakt voor ons? Jij. Sorry jongens. Dus liepen we maar snel door, alleen nu we er zijn, kan het nog wel eens moeilijk gaan worden. Hier ergens zouden ze checkpoint moeten zijn, alleen ik zie geen wit vlaggetje. Ja, dus we moeten even goed gaan zoeken. Oké, we gaan even de berg op, we hebben een goed uitzicht. Let's go. Ik heb ook een mooie truifje aan. Ja, nee, dat is van de nieuwe Krikel collectie. Die kan je op krikel.com kan je ze bestellen. Dat zou ik gewoon doen. Onze spullen liggen ook gewoon nog daarachter. Ja, ik hoop niet dat iemand ze meenemen. Ik denk niet, er is nog niemand in de woestijn. Maar nu we eenmaal boven zijn, kunnen we helaas nog steeds niet zien. Checkpoint, waar ben je? Zie je hem niet. Oh! Het is gewoon een hele vlakte met niks. En dan moeten wij een klein wit vlaggetje zien staan. Ja, heel onmogelijk dit. Hij is wel iets te moeilijk verstopt, denk ik. Misschien kan hij ook aan de andere kant van de berg liggen. Laten we daarheen gaan. En ook hier zie ik geen wit vlaggetje. Ja, het duurt nou gewoon echt al veel langer dan gisteren. En dat is geen positief teken. Op deze manier redden we het eindpunt dus ook niet. We hebben misschien net genoeg water voor het avondeten vanavond. Maar daarna komen we ook niet zo verder mee. Hij kan ook makkelijk omgewaaid zijn. Alles kan gebeurd zijn. Ja. Iemand anders kan het ook mee hebben genomen. Die kan heel veel fout gaan. Dit is wel heel goed uitgedacht, dit. Door al dat lopen zijn we wel toe aan wat energie. En met alleen de vieze koude maaltijden redden we het echt niet. Als extra hebben we meegenomen BPR, dat is emergency food. Zo komen wij per persoon elke dag aan de 1000 calorieën. Ja, dat is ongeveer 1500 te weinig. Ja, dat is elke dag. Lekker is het niet, maar we gaan niet dood.
Ja, maar niet vreemd. We eten ook echt maar 2 van die reepjes per dag en dan ook nog dat avondeten erbij. Ja, dat is echt veel te weinig. Nadat we het noodvoedsel op hadden gegeten, besloten we wel nog door te zoeken naar het checkpoint. Die vonden we niet, maar we gaan er wel wat anders tegen. Wie weet die dromedaris waar de vlag is? Zijn die beesten gevaarlijk? Weet je waar het checkpoint is? Nou, dan niet. Fijne dag. Ja, ik heb geen idee waar dat checkpoint is, jongen. Laten we nu sowieso even de tent opzetten. Ja. Het wordt al bijna donker. Nee, want in het donker kunnen we toch niet verder gaan zoeken. Zo, dat was makkelijk. Ja. Na wat hout verzamelen was het weer tijd om vuur te maken. Wat al 2 keer achter elkaar niet gelukt is. Maar we willen echt heel graag warm eten, dus het moet gewoon gaan lukken. We hebben een andere tactiek. We gooien gewoon heel veel hout op de stapel en proberen dat aan te steken door de bc-pier onder te doen. Oh ja, ja, hij staat aan. Oké. Alsjeblieft, laat het lukken. Ziet er al wel redelijk goed uit. Ja, er staat wel iets in de fik. Er staat iets in de gas. Dit lukt gewoon. Als dit gaat lukken. Oh mijn god. Oh mijn god. We hebben gewoon de eerste 3 dagen vuur. Oh mijn god. Dit ziet er gewoon uit alsof we vuur hebben. Dus gewoon voor de eerste keer dat we warmte voelen. Floris, held. 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 Ja. We gaan nu het laatste water dat we hebben gebruiken voor dit eten. Zo, kijk die vlam dan. Dit is echt een hele goede vlam. Gaan we dit er gewoon boven houden om het op te warmen? Dit is echt niet normaal, hè? Hoezo lukt dit? We vulden alle 3 de maaltijden met heet water. En dus kunnen we nu eindelijk een keer iets warms eten. Nou, wel lekker. Gewoon warm. Oprecht dat het warm is, scheelt al zoveel. Maar omdat we het checkpoint vandaag niet hadden gevonden, was het wel bijna het laatste water wat we nog hebben. Dus moeten we het daar toch nog even over hebben. En dan moeten we morgen vroeg opstaan om toch nog een checkpoint te zoeken, denk ik. Nee, dat zou ik dus niet doen, want dan redden we het eindpunt nooit op tijd. Dus jij denkt dat we eerder naar het checkpoint 3 moeten lopen? Ja, want als die auto niet haalt, zit het vast in de woestijn. Ik zou denk ik ook doorlopen naar het volgende checkpoint. Want we moeten die auto wel halen, anders zitten we hier inderdaad nog super lang vast. Ja, maar nu zitten we hier inderdaad bijna zonder water.